En dan ineens, dan is er consternatie. En dan is die klok, zeggen ze, dat de kabel is gegaan. Dat was toch iets heftigs, iets, ja, moet ik zeggen, genoemd afscheid ervan. En ik, ja, ergens had je een voldaan gevoel dat je dat nog had kunnen doen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalde de Duitse bezetter klokken uit kerktorens. Ze werden omgesmolten en gebruikt voor de oorlogsindustrie. Henk Jansen en Leo Jansen maakten de klokkenroof als kleine jongen mee. Leo was een jaar of 12 toen hij gefascineerd raakte door de klokken. Zijn fascinatie begon een aantal maanden voor de roof. Een rondleiding van meester Jan van Heister in de toren maakte een bijzondere indruk op Leo. En ik denk ook, dat daarom mag ik eigenlijk ook zo blij zien dat ik die rondleiding hier in de tijd van meester van Heister gehad heb. In 1942, kort voordat ze de klokken eruit kwamen halen. Ja, toen waren we waren hier in de kerk niet meer weg te slaan, als het ware. Want dat moesten we toch allemaal zien. Want dat was van de school die de deurste werk hier naartoe, want ze waren met de klokken bezig. En ik zie meester van Heister, die woont daar in dat klein wit huisje daar. Dan zie ik hem nog altijd dankbaar dat hij ons hier, als het ware, de kans heeft gegeven om dit allemaal te zien. En indruk maakte de klokken op heel veel inwoners van Venray. Henk Jansen was 8 jaar toen hij afscheid ging nemen van de klokken. Nou, wij huurden dus allemaal in de buurt dat de klokken uit de kerktoren geroofd waren door de moffen. Want toen waren de Duitsers moffen. En toen moesten we afscheid gaan nemen, want dat vonden ze thuis, dat huurde er gewoon bij. We kunnen afscheid nemen van de klok. En die stonden hier opgesteld. Dus wij met z'n allen optillend, want ik was toen 8 jaar, dat mijn vader ons allemaal opteelde om die tekst die op de klok staat te kunnen lezen. En die apostelen, die beeldjes van die apostelen, want die stonden zeg maar alle 12 rondom in de toren, of om de klok heen, om die te kunnen zien. Ja, we hebben hier opgeteeld en dus die klok vasthouden. Even dat voelen, dat kalde metaal voelen aan de hand. Dat was het afscheid eigenlijk. Hè. Op 13 november 1942 haalden Duitse handlangers onder de leiding van Peter Meulenberg, ook wel Klokke Peter genoemd, de klokken uit de toren. Nog dezelfde dag deed burgemeester Jans een dringend beroep op de betreffende instanties in Den Haag. Hij verzocht dat zeker 2 klokken, de Sint-Jans en de Petrusklok, niet weggevoerd zouden worden. Het heeft niet mogen baten. Alleen de Sint-Jansklok bleef in de toren achter. De overige klokken werden meedogenloos afgevoerd. Die is van hier met een lorrietje over zo'n fabrieksrailtje is die zeg maar onder de boogdeur naar het voorplein. Ik zie mij daar nog staan, ja. En vooral die grote klok, die maakte helemaal indruk, want al die in de klepel al zijn 1,70 meter lang. Dus, nou ja, mensen hoog, en dan stond dat op zijn lorrietje. En die andere, kleinere klokken stonden er omheen. Maar die grootste had die meeste indruk gaf dat. Wij waren als qua jongens van school uit kwamen we hier naartoe. En dan op een gegeven moment, en stond er zo'n scheepslier was in dit, op het anker met hem hoog halen. Dat was gekoppeld aan de muur van Bernard Kruse. Die stond onder een meter of 15 vanuit de kerkmuur. En dan ineens, is er consternatie. En dan is die klok, zeggen ze, door de kabels gegaan. Bij het naar beneden halen bleven niet alle klokken gespaard. De grote klok, oftewel de enorm zware apostelenklok, stortte met takel en al naar beneden. Tot op de dag van vandaag is de oorzaak niet helemaal duidelijk. Leo Rutte vertelt zijn versie van het verhaal.
Ja, dat heb ik toen gehoord dat ze die weg gingen halen. En dan was ze ongeveer kwamen staan. Toen hebben we die touwen doorgesneden. Het zal er maar niet beter gewoon zien, de touw, denk ik. Want ik heb lang gesneden, maar ik liep mesken doen niet meer met zo'n touw. Een touw van 10 centimeter. En ze zijn inderdaad ook naar beneden gekomen. Dus hebben ze niet op vermoedering gekregen. En dan ben ik op het muur gekropen, geklommen. En toen weg, daar ga je niet meer in. Leo vluchtte weg en heeft nog enkele dagen vermomd in Venray rondgelopen. Ja, die vrolijke knieën. Als ik teruggekomen ben, die van de duif, het horst, en die vrolijke knieën gegeven. En daar ben ik toen gewoon, en ze kenden me meteen, toch weg met die rotzooi. En ze kenden me meteen, allee Rutte. En toen ben ik gelukkig al vertrokken, dus ik neem dat gewoon. Toen wilde een beetje te warm. Op het moment dat de apostelenklok naar beneden kwam, stond Leo Jansen buiten de toren. Het enorme kabaal heeft een grote indruk achtergelaten. En waarom is die schijf gevallen? Ze hangen al zo'n tramrailsje onderdeur geleid, dat die op zo'n lorry kost zakken om ze te vervoeren. Maar daardoor is die vermoedelijk schijf gekomen, want ik denk dat over die zolders over die ruimte waar ze hier naar onder moesten, de lembalken onderdeur allemaal. En nu stond er dan buiten die twee mensen aan die scheepsleer te draaien om die klok te laten zakken. Maar nu denk ik dat ze binnen te laat zijn geweest met die balken weg te schuiven. En toen is die klok er scheef op terecht gekomen en toen heeft hij ineens een slag gemaakt. Nee, die klok die viel onder in de toren. In de toren. In de toren. Onder in de toren. Op de grafzerk van pastoor Van de Graaf. De bouwer, de bouwheer van de laatgotische kerk. Toen was ineens het hek van de Dam, toen mogen we ook ineens naar binnen. En dan, als ik dan hoor vertellen van, de stukken vlogen me even de bieren. Toen vond ik dus, dan moet ik hem liegen, het waren 2 of 3 zo'n stukjes. En dan kom ik dan met thuis. En we gaan thuis, ik zie het nog, in Karel Ian Scharenduurske. Er liggen in 2 Engelse munten, die hij gevonden bij een vliegtuig wat daar in Lul gevallen was. Daar liggen die 2 Engelse munten in. En daar waren die stukjes van die klok bij geleid. Met de opdracht van mijn vader. Dan moet er zuinig op zien, dat moet er bewaren. Ja. Ik denk dat die klokken eruit halen, Henk, dat dat toen in Venray wereldnieuws was. Ja, dat was het ook. Ja. Dat was wereldnieuws. Daar waren heel Venray natuurlijk over gepraat. Want zoiets aan de kerk durven te komen, dat was iets ondenkbaars eigenlijk in dat tijd. Achteraf is de klok teruggekomen en dat is voor ons eigenlijk, dat was toch alles. Leo en Henk proberen de passie voor de klokken en de toren nog dagelijks over te brengen als torengidsen. Ik heb altijd interesse gehad in de toren. En ik heb andere mensen ook hier verteld datgene wat ik van de toren wist. En ik vind het ook erg belangrijk dat de mensen dat blijven doen. Als ik een kleinzoon zover kan krijgen dat hij op school een spreekbeurt hield over de kerktoren, nou, dan doet mij dat goed. Er staan in Venray heel veel mooie dingen, maar er staat, er gaat niks boven de grote kerk en boven de toren. Ik probeer toch meer de liefde voor dit, voor de toren, voor de kerk, voor de klokken, durf te vertellen aan de anderen. Iedere rondleiding die Leo geeft, begint met zijn eigen herinneringen aan meester Van Heister. Zo'n dag, als je Dennis Overs het kunnen doen met hem, wat? Maar ja, ik maak hem nou dat met me, dan sta ik aan de andere kant. Waar meester Van Heister toen stond, kon ik nou staan. En die groep tegen Beo het, die stond wel weet toen als ik wel jongen stond. Zo is het gewoon, de rollen zijn gewoon omgedraaid. Dat is eigenlijk alles.
Het is 12 oktober 1944. Venray wordt vanuit de lucht zwaar gebombardeerd. De geallieerden bestookten Venray 4 keer met tyfoons. Hun doel was de kerktoren, want daarin was een Duitse observatiepost gevestigd. Het eens zo mooie centrum lag binnen enkele minuten volledig in puin. De toren bleef echter overeind. Ik zie nog dat vlammenspel tegen de kerkmuren aan. Het geflakker, de enorme rookwolken die hier boven Venray hingen rond de toren. Een gehavende toren, hier een hoektorentje al afgeschoten was door de tyfoons, vanwege dat die waarnemers in de toren zaten. Een kapotgeschoten huis, dat we in de kelder zaten. Dagen aan een stuk zaten we in de kelder, dat mijn vader zeg maar brood ging halen bij de bakker en dat dan met kleffe mik thuis kwam omdat de bakker op moeten halen vanwege het granaatvuur met stoken, waardoor dat het brood niet gaar was. Het Duitse leger kon niet op tegen de superieure Engelsen. Met inzet van honderden kanonnen en tanks verdreven ze de bezetter uit Venray. Op 16 oktober 1944 bliezen de Duitsers tijdens hun terugtocht de toren in zijn geheel op. Bijna alles wat eronder stond werd beschadigd of vernield. Ik mocht nog niet aan de bovenste keldertrap komen. Maar toen mocht ik de kelder uit en toen zit hij, nou kom maar eens kijken, zit hij, want zo'n baan zit hij hele leven niet meer. Dat was gewoon indrukwekkend. Kort daarna, op 18 oktober, was Venray bevrijd. Maar het lijden was nog niet voorbij. Woensdag 25 oktober werden de inwoners van Venray geëvacueerd. Venray was leeg. Ik was toen, ik denk, een jaar of 6, 7. En toen kregen ze een keer te huren dat ik zat bij oom en opa in de kelder. En vandoor moesten wij hals over kop spullen inpakken en naar de Merseloze weg bij het ziekenhuis naartoe. En vandoor zien we met legervoertuigen naar Stiphout geëvacueerd. Na de oorlog is de kerk hersteld. Venray heeft het echter zo'n 18 jaar zonder toren moeten doen. De klokken werden in die tijd vanuit een klokkenstoel geluid. Op de kerkhof is na de oorlog, toen de klok hergoten was, want de 12 apostelenklok is hergoten, toen die terugkwam vanuit Asten, toen heeft hij op de kerkhof gestaan. Dat is dus hier de 12 apostelenklok en de Mariaklok, de derde van beneden. En die hebben op de kerkhof gestaan en mijn vriendengroepje, waar ik dus bij was, die waren dus door de kapelaan, Pater de Mietjes was dat in die tijd, gevraagd of dat wij zondagsmerks de klok wilden luien. En dat deden we dan. Iedere zondagmerk om 9:45 luiden wij de klok. En dan als beloning kregen wij voor de nachtmis, het luien van de nachtmis, dan mogen we voor in de kerk gaan zitten. En dan op losse stoeltjes. In 1960 startte Bouwmeij Jansen met de opbouw van de toren. Jacques Hendricks was een van de timmerlieden. De Venrayse toren was voor hem een uniek bouwwerk. We hebben diverse kerken gebouwd. We hebben ook wel links en rechts een toren gebouwd. Maar dat waren dan vierkantige torens die gingen naar boven toe. En dan bovenaan was er een betonnen dek, oftewel een spits kepje erop. En dat was het dan, kruis erop. En hier heb je dus 25 meter, als ik het goed uit de kop heb, 25, 30 meter, heb je dus alleen maar hout. Hè? Dus complete houtconstructie die er bovenop zit, die normaal nooit gemaakt werd. En ik vroeg me af of dat nou nog wel kan. Een groot deel van de constructie is op de grond opgebouwd. Niet naast de toren, maar een stuk verderop. Omdat we dus op het lager aan zich, waar we dus zaten, op de Kempweg, hebben we geen ruimte. Want je moest toch begrijpelijk ruimte hebben. Dan kunnen we zeggen, je moest een complete uitslag maken van al die spanbenen en de gordingen. En dan moest je toch begrijpelijk ruimte hebben. En aangezien we dus daarbij van de Ven op het lager gaan, dus waar we heel veel ruimte gaan, konden we dat door makkelijk aan ons zetten dus. Ja, en we gaan door gereedschap. Ja, wat we dus bij het timmervak zo
aan zich op school nooit gebruikt hebben. Wat dus, was er anders dan? Nou ja, je had van al de gebruiken, hè, dus om de zaak te schellen. Toen hadden we nog niet zo heel veel elektrisch gereedschap. Hè. Toen moest toch zoveel mogelijk met de hand doen. Hè. Net als die gatenboor, moesten ze een lange houten boor voor hebben, zo'n navigair noemen we dat. En dan lange schaven en allemaal dat krijgen. En zo'n een distel. '62, 2012, 50 jaar. 50 jaar geleden hebben we hier staan. Oké, nou, en dat we dit allemaal. Ja, je had toen wel een boormachientje, maar dat we het meeste toch allemaal handmatig moesten doen. Wat hier uniek is, ik vind de hele constructie uniek. Als je dat ziet zo. Om dat dan zo eigenlijk van hier af aan op te bouwen naar boven. En dat je dan toch, terwijl je het op de grond gemaakt hebt, en dat je dan boven toch uitkomt op het punt waar je moet zien. En dat dat dan allemaal geklopt heeft. Ik denk dat je hier en dan nog wel nummers ziet staan, hoe dat we het genummerd hebben. Dus, want we hebben weinig gezaagd boven. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dus, aan de hand van die foto, dan zie je dat we er ergens boven in zitten, of hier in een hugger. En dan moeten dat hele zaken weer bij elkaar trekken. Want het mogen ook niet dit gaan doen. Het moest ook niet gaan torsen, hè, dus dat het ging draaien. Dus het moest wel ook goed afgestemd zijn. Meteen allemaal de schoren erin. Cor van den Heuvel, Piet van den Heuvel, Jos van Oel, Sjeng Hendricks, Sjaak Hendricks. Die haal ik er zo even uit. Want hier staat nog bij Sjeng Hendricks uitvoerder. Dat was een oom van mij. Daar hebben we de gebroeders Pluim. En Pluim en F. Pluim. Dit waren de stijgerbouwers. Die horen er ook bij, want dat waren de stijgerbouwers, de artiesten. Dat noem ik gewoon echte artiesten. Als we die niet gehad hebben, dat stijger. Goh, maar ja, jong. Maar de stijger stond er omheen. Die stijgers, we hebben tot 105 meter opgebouwd, hè? Die spits ligt rond de 95. En we moesten hoger zijn en vanwege die katrol erin te hangen om het kruis over die spits in te krijgen. Dus we moesten dus zoveel meter naar boven en dan daarna dus het kruis over die spits laten zakken. Je ziet die constructie die dus over die punt geschoven is, waar die haan op zit, dat kun je goed zien, ja. En dat is gemaakt in de werkplaats bij Harry Kleffers, dus door hele Harry Kleffers zelf is de haan gemaakt. Bij de bouw zijn verschillende vaklieden betrokken geweest. Hubert Scheffers werkte destijds als dakdekker bij zijn vader in het bedrijf. Hij was niet de enige die aan het dak gewerkt heeft. Met Hendrik Reloe. En dat was een hele goede leidekker. We hebben samen gedekt. Met twee man, ja. Weet je nog hoe lang dat je erover gedaan hebt? Drie weken. Nee. We hebben grotere gemaakt. We hebben veel grotere gemaakt. Maar ja, het waren 330 vierkante meter. En we hebben er ook gemaakt van 1000 en 2000 meter. Nee, dus dat was nu niet gigantisch groot. Dat is de leihamer, ja, met de spits om de gatjes erin te slaan en met door het einde om te nagelen of de haken erin te slaan. We werken ook met hurk. Dit is een genageldak en je hebt ook een gehaakt dak. Op de toren in Venray zit een gehaakt dak. Dat is het houwijzer. Dat houwijzer, zo noemen we dat in het dialect, dat slaan we met den punt in de planken. Net een ding. En daar kappen we de leien op. Dat is het draagstuk. En met een leihamer kappen we hem dan op moord.
De grote kerk van Venray wordt ook wel de kathedraal van de Pil genoemd. De markante torenspits vormt het baken van Venray. Hubert en Jacques zijn nog elke dag trots op hun vakwerk. Ik heb van mijn vak gehouden. En ik was er erg trots op. En ik denk, of ik weet het wel zeker, dat ik een goede leider was. Nou, wat doet het met mij? Ik vind dat gewoon mooi. Maar om nou te zeggen van, nou, het is altijd spannend dat ik het metgemaakt heb. Ja, je werd een jaar of 20, 21. En dat je dan zo'n ding moet bouwen. Het was, ik meen rond Koninginnedag, het was in ieder geval een feestdag en we liepen met een man of drie over de Grote Meer, met name, ik zal maar vooraan beginnen, Deke Busman, zaliger, Niek Min, en dan noemden ze Dick Min, en ik zei de gek. En het moet ongeveer 12 uur zijn geweest, want de klokken begonnen te slaan. Toen zat Niek Min, of de deken, dat weet ik niet meer exact, wat zou je toch prachtig zien als daar een carillon, en dan wees hij naar boven, als daar een carillon in de toren zou hangen. Ik kan het wel aanwijzen, dat is ongeveer hier gebeurd, schuin van mijn zaak af, hier zo in de midden. Dat we stilstonden en naar boven keken. En dat die legendarische woorden van de deken tot mij drongen. En dat hij zei van letterlijk, Piet, jij zorgt er wel voor. Hè? En het was eigenlijk meer vroeger ook van als de deken overrucht, toen waren we nog allemaal brave kinderen. Als de deken overrucht, dan hadden we maar te luisteren en te doen wat je... Hoort. Toen belde op een middag belde Busman mee op, Dikke Busman, of dat ik even wilde komen naar Pierre Piepers, Pierre Piepers boven. Waarom het ging, dat wist ik op dat moment niet. Maar toen ik toch kwam, zat Piet Kienhuis zat er, verder weet ik eigenlijk niet, ja, en dan Pierre. En het ging over het carillon. Ze wilden dus een carillon in de kerk hebben. En er was een mogelijkheid om dat klaar te krijgen. Met de Renk, omdat de Renk 25 jaar in Venray was, wilde hij een cadeau doen aan Venray. Maar dan een cadeau wat niet verplaatsbaar kon worden. Iets waar ze niet aan konden. In 1990 kwam er een carillon werkgroep. Al snel werd duidelijk dat het een uitdaging zou worden om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. In dat jaar bestond ook Renk Xerox 25 jaar. En daarnaast was er een actie gaande dus met betrekking tot de European Quality Award. Waarin als je daarvoor in aanmerking kwam ook gemeten werd hoe maatschappelijk het bedrijf zich opgesteld had. Nou, dat was een combinatie van twee dingen dat ik toen met onze directie opgenomen heb. En ik zei, god, dat is wel wat. Laten wij de basis zetten voor het carillon schenken. Renk Xerox schonk de basisvoorzieningen en de eerste 12 klokken waarmee het carillon kon spelen. Maar om het carillon compleet te maken, moesten er allerlei acties op touw gezet worden. Dus wat het hoofdtaak van de stichtingsbestuur was, was het verder werven van fondsen. Nou, daar zijn een aantal acties voor geweest. Daar zijn kleine klokjes voor gemaakt. Daar zijn lepeltjes voor gemaakt.
Het verkopen van kleine klokken aan particulieren zijn ze er geweest. Dus zo is het langzamerhand opgebouwd. In de toren hebben we allemaal van triplex klokken gemaakt. Het hele 50 klokken, waar ook de grote bij stond. En daar konden dan de graadmeter van zien hoe we het waren met inzamelen. Het carillon heeft ongeveer ruim drie ton gekost. Dat geld is ook vrij vlot bij elkaar gekomen. Wij hadden daar de bakkerij. We hebben taarten gemaakt, uitgesneden. En in de verre van een carillon. En die werden dan gekocht. We hebben eigenlijk al wat met een carillon te maken hebben wij wel gemaakt in de bakkerij. En, in de winkel. Het kon eigenlijk zo gek niet zien of we doen het. In 1996, 6 jaar na het begin, is het carillon compleet en wordt het officieel in gebruik genomen. Het carillon van Van Rij bestaat dan uit 50 klokken. En de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dus dat naast een heleboel voorstanders er toch ook enkele tegenstanders waren. Want de mensen rond de grote kerk, die waren bang dus dat ze eigenlijk weggeluid zouden worden. Maar dat is allemaal meegevallen. Wat doet het mee als ik het huur? Vind ik het prachtig. Ik kan er stil bij blijven staan en dan denken van ja. En denk dan aan de eerste kamergesprekken zoals we begonnen zien. Nostalgisch verhuis. Toen nog heel stil. Nou over de piel die klanken die enorm mooi wegvloeien. Als echte Venroyer. Ik denk toch ook wel chauvinistisch mag zien. En ik vind iedere plaats die zichzelf een klein beetje respecteert en meent een beetje formaten hebben, heeft toch een carillon, of niet dan? En zeker een carillon zoals dit, want het is in zijn soort een van de zwaarste van Nederland. Hè. Ja, nou gaat bijna het woord over tafel heen. Dus, klein beetje trots. We hebben toch... dat ik heb mee mogen doen over dat met dat carillon. En dat het nu met een regelmaat ook speelt. Ja, als ik het huur, het begint te spelen, ben ik er heel, heel trots op dat ik daar aan met heb mogen werken. Toen de tijd ging ik als klein mannetje met de fiets ging ik hier naartoe. En toen ging ik hier op het grasveld zitten en dan ging ik luisteren naar de klokken, want dat vond ik mooi. Dat geluid is zo overweldigend, die klank, wat heel langzaam weg ebt in de ruimte, zeg maar. Die galm die erin zit, dat roept iets op, iets vertrouwd. De hoogte van de kerktoren en de zwaarte van de klokken zegt iets over hoe rijk de gemeenschap was. Het is bekend dat Van Rij in de vroege middeleeuwen, begin 1500, al zeer zware klokken had. En dat was voor een kleine plaats als Van Rij bijzonder. De grote kerk heeft met de komst van het carillon nu 51 klokken.
Vijf van die klokken zijn luidklokken, wat betekent dat ze een religieuze functie hebben. We hebben hier dus in totaal eigenlijk vijf luidklokken. Zoals je ziet hangen er hier eigenlijk maar vier. Het vijfde luidklokje hebben we dus eigenlijk verstopt als het ware in het torentje op het middenschip wat je daar kunt zien. Dat is het zogenaamde Angelusklokje. En dat klokje dat wordt dus gebruikt om 's morgens vroeg om 8 uur voor het Angelusgebed te luiden. 'S middags 12 uur en 6 uur 's avonds. Verder wordt het klokje gebruikt tijdens de consecratie. Op het moment dat de priester het water of de wijn omhoog doet en de hostie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten uit de liturgie, uit de mis. En op dat moment wordt dus door 3 keer op dat klokje te slaan, wordt het dus aan vijandheid bekendgemaakt, jongens. Nou is een belangrijk moment in de mis, dan moeten we even stil zijn. Van alle klokken die we hier hebben, de 4 overige luidklokken, hebben wij geschreven bronnen. Of zowel in tekst wat op de klok staat, of in het archief. Maar van die klok wordt nergens niks vermeld. Het is zo dat het, bij dat klokje zijn nogal wat vragen. We weten dat er voor de Tweede Wereldoorlog een Katrina-klokje was. Nou staat er in verschillende beschrijvingen dat dat het Katrina-klokje zou zijn. En dat het toentertijd overgeheveld is van de hoofdtoren naar de dakruiter, zoals dat torentje heet. Maar het kan ook een klokje zijn wat ook, wat ik zelf heb gelezen, Angelus heet. En in 1815 gegoten is bij Petit en Frits en Aan Riksel. Waarom zou dat nou voor de hand liggen, die laatste uitleg? Omdat in 1799 er een orkaan heeft gevoerd in Venray en omgeving en het middenschip in 2 was gebroken. Dus er moest een nieuwe dakruiter gemaakt worden. En waarschijnlijk ook een nieuwe klok. Dus ik denk dat dat meer voor de hand ligt. Alleen zeker weten, doen we het op dit moment dus niet. Daar zouden we in feite achter kunnen komen als we met een hoogwerker of op een andere manier bij het torentje zou kunnen komen. En de tekst wat op de klok staat geschreven zou kunnen lezen. Welk klokje is het nou? Is het inderdaad het historische klokje of is het een ander historisch klokje? Is het uit 1744 of is het uit 1815? Ja, dat weten we dus niet. Nou, op weg naar het klokje. Ben benieuwd. Kom maar dichterbij. Nooit geweten dat het torentje zo groot was van dichtbij. Kijk, en er staat er wel tekst op, zie je dat? Daar bovenin. Venray, 1948. Wat we dus nou zien, heel duidelijk, is dat het dus niet de Katrina-klok uit 1744, maar toch een nieuwe klok, tot mijn grote verbazing. Er staat namelijk op, Angelus, tussen aanhalingstekens, Venray, 1948. En nou ja, word ik toch weer nieuwsgierig van wie heeft hem dan gegoten. Want in het hele kerkarchief is hier niks over te vinden over dit klokje. Ijsbouts. Hips. En er staat nog iets achter wat ik nog niet helemaal kan zien. Ik ben gegoten door Ijsbouts Lips in Asten. Dus koninklijke Ijsbouts, waarvan ook de carillonklokken afkomstig zijn, heeft dit klokje in 1948 in Asten gegoten. Dus nou is eigenlijk het grote mysterie rond dit klokje is eigenlijk opgelost. Dus het is in die zin geen historische klok. Helaas. Dat is dus was het grote geheim. De verbazing is eigenlijk dat het dus eigenlijk een nieuw klokje is. We hadden echt verwacht dat het een historische klok zou zijn. Het is ook in die zin wel een teleurstelling. Maar maakt allemaal niet uit. Het maakt al heel veel goed dat we het nou weten. En evengoed blijft een prachtig klokje.